welkom. Hoe heet je, hoe oud ben je en waar kom je vandaan? Ik ben Shemeli Roeser, ik ben 15 jaar en ik kom uit Zeeland. Hoe lang zing jij al? Want ik neem aan dat je gaat zingen en niet jong leren of zo. Ja? Ik zing eigenlijk al vanaf dat ik kon praten, maar ja, dan klinkt het nog niet echt. Wat zing je het liefst? Liedjes waar je je gevoel in kwijt kan. Als ik zing, daar kan ik gewoon mijn gevoel in kwijt en je emoties. En dat is gewoon, zeg maar, mijn uitlaatklep. Shemeli was als klein meisje, 2,5, 3 jaar. Keyboardje, microfoontje, altijd zingen, altijd. Je hoort bepaalde dingen terug van de vader. Toen ik 8 jaar was, is mijn vader overleden aan een hartstilstand. Op de fiets. Hun waren buiten aan het spelen en ja, dan staat de politie aan de deur. En weet je, dan zit je gewoon in een of andere film. En dan denk je, kom ik hier ooit uit? Je blijft er aan denken, maar je moet jezelf sterk maken. Shemeli heeft het gewoon zo verwerkt met het zingen. Sinds dat papa gewoon overleden is, heeft ze dat gewoon zo opgepakt. Ja. Mijn moeder, mijn zus, mijn tante, mijn oom, mijn stiefvader, mijn stiefzus en mijn vriend. Dus die komen eigenlijk met z'n allen supporten. Ja. Mijn vader zong zelf ook, zeg maar. Dit is ook wel echt dat je jezelf ook aan hem wil bewijzen. Je vader is er niet meer. Dat is heel heftig. Dat vind je wel lastig om over te praten, denk ik, hè? Humberto, kom even met een glaasje water. Even, ach. Ja, daar is hij hoor. Dank je. Wat zo? Nee, dit kun jij, Humberto. It suits you. Hallo. Dankjewel, Humberto. Ik ga je verder niks meer vragen. Dat lijkt me heel verstandig. Ja. Je gaat vooral genieten en wij gaan genieten van jou. Ja, heel veel plezier. Wel. Shemeli,
mag ik je vragen, hoe lang geleden is jouw vader overleden? 7 jaar. Oké. Okay. En je bent nu? 15. Jeetje. Dus echt nog heel erg jong. Vind je altijd troost in het zingen? Ja. Nou, ik vind het ook een heel mooi nummer. Het is ook heel beladen. En zeker omdat we wisten dat je het voor je vader zingt. Ik vind het wel echt een heel interessant geluid. Ja. Paul, dankjewel. Wat vind jij? Ik vind het heel mooi. En toen je op een gegeven moment op je hart tikte... Ja. Toen dacht ik, ja, dat raakte me enorm. Mm-hmm. En dat heeft niet alleen met je vader te maken, maar ook met het feit dat je het inlevend zong. Je hebt een iets indrukwekkends voor mij neergezet. Heel erg bedankt daarvoor. Dank je wel. Angela. Germaine, als je emoties hebt, dan knijpt meestal je keel dicht. Hè? De brok in je keel. Wat zo ontzettend knap is dat je vrij snel... Ik zat hier nog rare beweging te maken van... Je schouders was even diep inademen, maar je ging gewoon. Je ging zingen. Je hebt een hele goede eigen klank, een personality in je stem. En ik vond het echt prachtig. Echt waar. Ja. It felt real and sincere. And so that made me believe you. Mm-hmm. And when you can believe someone when they sing... You go into their world with them in that moment. Makes it so much more powerful. I love it. Laten wij gaan stemmen. Paul. Ik zeg enorm ja. Dan? Okay. Yes. Dank je. Ik zeg ook ja. Oh my god. Chantal. Kom hier jij. Gefeliciteerd. Je trilt helemaal. Weet je wat het betekent? Ja, ik ben door naar de halve finale. Ja,